Donderdagavond nam de Wiegense gemeenteraad afscheid van burgemeester Hans Verheijen. Dat deden zij in een speciale, bijzondere raadsvergadering. En dat is niet alleen op het terrein van openbare orde, veiligheid, ondermijning. Maar dat is zeker ook de grensligging die een bijzondere factor daarin is. Maar er liggen ook enorme kansen met een prachtige middeleeuwse stad wat Sittard is. Dus kom vooral kijken. Wat een hele moderne stad is, wat Geleen is. Die bestaat eigenlijk net goed 100 jaar vanwege de staatsmijnen die daar hebben gezeten. Maar met een heel ander karakter. En dat veroorzaakt ook spanningen in die gemeente. En een van de dingen waar ze echt op zoek naar zijn gegaan, is een burgemeester die die spanningen, die vraagstukken aan elkaar weet te verbinden. En of ik daarin geslagen, ik weet het niet, maar ik durf het wel aan. En ik heb al tegen verschillende mensen gezegd dat het gevoel wat ik nu deze periode heb, en deze periode duurt best lang, vanaf de voordracht 18 december tot de feitelijke start, is eenzelfde gevoel als wat ik had toen ik Middel en Sint-Hubert verruilde voor Wiegen. Je weet wat je hebt en ik had daar een hele goede periode af kunnen sluiten. Ik wist niet waar ik aan begon, vond het ontzettend spannend ook. Ook vanwege de schaalsprong. Wiegen was echt een heel groot, een veel grotere gemeente en bovendien een andere provincie. Dus ik moest ook een nieuw netwerk hier leren bouwen en gaan bouwen. En ik doe nu weer hetzelfde en ik heb ook weer hetzelfde gevoel. En ik heb met regelmaat ook wel eens het idee van waar begin je eigenlijk aan Verheijen. Dat je ook qua timing dat juist nu doet. En daar is een heel simpel antwoord op, dames en heren. Ik wilde graag terug naar Limburg. Ik wilde graag terug naar een plek waar het uitdagend is, waar het complex is, waar het ingewikkeld is, maar waar het leven ook goed is. En dan komt een kans voorbij. En dat is wat Björn zegt, van ja, het was beter geweest een paar jaar later. Maar ja, de kans komt voorbij en dan is het kiezen. Ga je er niet op in, dan weet je ook zeker dat je het niet wordt. En ga je er wel op in, dan heb je het risico dat je het wordt, met alle gevolgen van dien waar we nu voor staan. Dus, en dat klinkt bijna alsof het niet van harte is dat ik daar ga starten. Dat is het dus wel. Maar het is ook best lastig om jullie los te laten. En nou, daar gaan jullie me vast wel mee helpen. Laat ik het met die woorden afsluiten. Dank jullie wel.